kwaad in hun zin, hadden gemene plannen. De ene die wilde een paleis, de ander door geld van de wijs. Maar de club die stonk er niet in en heeft ze gauw verbannen. En nog voordat Sint er erg in had, gingen we samen op reis en zongen. Oh, hey, oh. Gelukkig is de club van Sinterklaas. Op zaterdag 17 november zette Sinterklaas in Maarsendorp weer voet aan wal. In park Goudenstein stonden duizenden kinderen de Goedheiligman op te wachten. Sinterklaas werd door de derde loco-burgemeester Pieter de Groene welkom geheten. Na aankomst ging de Sint met een koets door het dorp. De dag erna vonden de kinderen iets lekkers in hun schoen. Precies zoals Sinterklaas het had beloofd. De voedselbank Stichtse Vecht, gevestigd in de kern Maarsebroek, is afgelopen vrijdag geopend. Tientallen gezinnen zijn bij de start van deze voedselbank aangesloten. Bedrijven en particulieren kunnen een bijdrage of goederen leveren om de voedselbank tot een noodzakelijk succes te maken. Voor betaling van de maandelijkse huurpenningen heeft het een subsidie bij de gemeente aangevraagd. Het is nog niet bekend of deze aanvraag ook gehonoreerd zal worden. Wel gaf wethouder Van der Horst aan een positief antwoord te verwachten. Afgelopen maandag gingen de kranen van het nieuwe zwembad in MFA Bisonspoor in Maarsebroek open. Dit in het bijzijn van een delegatie van zwemvereniging De Vuut en de SWMD. Het vullen van het bad van circa 1,7 miljoen liter water neemt ruim 2 weken in beslag. Het water is nog niet op temperatuur en zal na die 2 weken geleidelijk verwarmd worden. Bij het leegpompen van het oude zwembad zijn door belangstellende flesjes water gevuld. Dit water wordt nog niet teruggegooid. Het afvullen van het zwembad zal bij de opening gebeuren. In 2011 werd Maarsen on Ice op het voormalige, nu braakliggend terrein van kwekerij Scholten georganiseerd. Maar dit jaar wordt het schaatsfeestje weer in Park Goudenstein georganiseerd. Maarsen on Ice wordt georganiseerd van 8 december tot en met 6 januari 2013. Dit jaar is er van alles te beleven. Schaatsclinics door topschaatsers, ijshockeyclinics, een spelletjesmiddag en een bedrijfscompetitie ijshockey.